Hoi, vandaag is het Nationale Overblijfdag. Dus laten we eens een lunchtrommeltje met inhoud gaan tekenen. Doe je mee? Goed, hoe ziet nou een lunchtrommeltje eruit? Laten we dat nou eens gaan tekenen. Een lunchtrommeltje met inhoud. Een beetje ronde hoekjes. Zo. Er zit hier vaak zo'n clipje waar dat de deksel dan weer invalt. Misschien kunnen we die deksel er ook wel bij tekenen. Dat is misschien ook wel leuk. Maar dat doen we zo dadelijk. We gaan eerst eens even de boterhammen erin tekenen. Ik vind dat, dat natuurlijk wel handig als je een lunchtrommeltje hebt. Dat er ook boterhammen in zitten. Zo. Boterham. Even wat. Deze kant wat donkerder zo. En ja, er zit natuurlijk ook wat op die boterham. Dus laten we dat zo een beetje eruit steken. Zo. Ja, boterham met iets erop. Hier ligt ook nog een stukje brood zo. Zo. De deksel wil er nog schuin opleggen zo. Dat is misschien wel leuk zo. Pakje drinken erbij. En een rietje. Tegenwoordig mogen er geen plastic rietjes meer zijn, hè? Zo. Ik vind het zo wel een leuk pakje drinken zo. Misschien kunnen we er nog een appeltje naast tekenen. Zo. Appel. De reflectie zo op het broodtrommeltje. Nou, ga zelf ook een broodtrommel tekenen en verzin daar ook eens wat spullen die je erin kan doen. Kijk, dit zijn nou misschien saaie boterhammen, misschien heb je wel heel wat anders mee als lunch. Ga daar lekker mee variëren en dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen!